nacht van zaterdag 1 februari 1953. Maan en zon zogen het zilte water hoog tegen de kusten van West-Europa. Springtij. Maar over dit hooggestuwde water joeg ook de storm uit het noordwesten met vlagen van orkaankracht uitschietend tot snelheden van 150 km per uur. Breed en langdurig dreef hij in de smalle trechten van de Noordzee staag het water uit de oceaan. Tot dit steeg hoger dan ooit is waargenomen. Daar lag ook, waar het stormtij recht op de kussen stond, het laagland van Holland en Zeeland, 570.000 hectare deel voor deel ingepolderd land. Maar hoger dan dit stoere werk van dijkgravers en menselijke berekening, steeg op loeiende orkaankracht het water. Dijken werden overspoeld en braken alsof een dubbele deur plotseling opensloeg. Mateloos vergespleten werelden werden het. Een wereld van dood en ellende eensklaps dagen en nachten ver. Voor velen een leven te ver. Nood en ellende, de grenzen van dood en leven, van laatste ontbering, van wanhoop en rouw, ze zijn niet uit te spreken. Die avond beukte de storm al vroeg op onze kusten. Ook koppers, kustvaarders, grotere vrachtschepen en sleepboten moesten het ontgelden. Op Scheveningen strandde een vrachtschip, nabij Noordwijk een kotter. En het Finse schip Boren liep bij Schouwen aan de grond en was als eerste die het droge Holland de noodberichten over de wereld zijnde. Om 2 uur 's nachts, 3 uur voor het verwachte hoogtij, begon het beieren van de noodklok over de kleine steden en dorpen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Maar beierende klokken dragen in stormgeweld niet ver. Een helpster van het Rode Kruis, gekleed in pantalon en pullover over haar pyjama, ging langs de afgelegen boerderijen en sloeg met een stok op de deuren. De dijk breekt door, maar de verwonenden hoorden geen stokslagen, hoorden geen noodklok luiden. Velen die vluchten zochten dijken, maar ook die zouden bezwijken. Metershoge watermuren stortten zich richting dorpskernen wrakstukken meesleurend en ramden aan de rand van elke dorpskern. Terwijl velen machteloos op instortende huizen in de boomtoppen nog vergeefs naar hulp uitzagen, langzaam door kou en ontbering aangepast, begon de vlucht der gelukkigen naar de laatste dijkresten via weggespoelde wegen naar veilige oorde aan de randen van deze hel. Wie niet meer vluchten kon, wachtte op verlossing. Vaak vergeefs, vaak te lang. 100.000-voudige ellende. Maar ellende is niet op te tellen. Men kan slechts 1 ellende beleven en dat is de eigen ellende. En gelukkig zelfs, die is niet onbegrensd. Verdoving, uitputting en doffe verdwazing, verbijstering en bewusteloosheid komen dan haast als in genade. Bij Stavernissen vluchtte die nacht in echtpaar. In de woonkamer stond het water al boven de knieën. De vrouw was al op de overloop. De man zou nog even een tas grijpen die in de kamer lag. Maar binnen enkele tellen was het water nog een halve meter gestegen en drukte de deur weer dicht. De vrouw trok aan de deur. De man duwde aan de deur. Er was geen beweging meer in te krijgen. Zij moest vluchten. Hij verdrinken. Aan de andere kant van de deur. Een 10-jarig meisje wordt gered. Maar onder het ingestorte huis liggen haar vader, moeder en 8 broertjes en zusjes. Als na 1,5 dag een reddingsboot een jonge man met zijn verloofde nadert, is het meisje dood en die jongen half krankzinnig. Een jongen van Spijkenisse zwemt urenlang met zijn meisje op zijn rug. Dan raakt zij te verkleumd, wanhopig en uitgeput en verdwijnt in de diepte. Een man is met zijn vrouw op het dak gevlucht. Zijn vrouw aan de ene hand, de andere geklemd om de schoorsteen. Het water kabbelt hen voort en zijn rechtervoet slaat dag en nacht achtereen met de golfklots van het water tegen de dakgoot. Wanneer zij gered worden is die voet kapot. De man heeft geen hiel meer, geen been meer. Het is slechts versplinterd bot. Een man drijft met zijn gezin op het losgeslagen dak van hun huis. Eén voor één ziet hij dat zijn 4 kinderen loslaten en verdwijnen tussen de kolkende massa van water, modder en dode dieren. Langzaam, noodlottig langzaam, drong het besef van de volle omvang van de ramp tot ons land door. Lichamen, honderden, koeien en paarden, duizenden, zij allen waren speelbal van het getij op ondergelopen land en dreven dan weer westwaarts en dan weer oostwaarts. Elk uur stortten de huizen met hun levende en uitgeputte last in. Elk uur bezweken mannen en vrouwen met hun kinderen in het koude water. Van maandag tot woensdag stroomden de vissersboten naar verdronken eilanden. Uit Katwijk, IJmuiden, Scheveningen, Urk en Volendam.
Zo haalden Scheveningse vissers met hun 20 sloepen meer dan 700 mensen uit de zolders en bomen van Zuidland en Ouwerkerk. De zwaarst getroffen gebieden waren onder andere Ouwerkerk. Dit dorpje verloor 15% van zijn inwoners. Oude Tongen telde 300 doden op een bevolking van 3000 zielen. Stavenisse ruim 200 doden. 4 jaar na de ramp werd het dodental op 1835 gesteld. De Hondsbosse zeewering doorstond het zeegeweld. In de zeewering bij Schravenzande werd een bres geslagen. Zou hier een doorbraak gevolgd zijn, dan was heel het Westland van de Tuinders tussen Den Haag, Delft en Rotterdam aan de zee prijsgegeven.